Ik ben Jan de Scheyne, aangesteld als busbegeleider en ook verantwoordelijk voor eventuele calamiteit. En mensen, mannen en vrouwen, moeders met kinderen, pubers met koptelefoons, trams en bussen en auto's, met mensen op weg naar huizen, appartementen en cafés. Deze boek is het alleen zijn en niet weten waar naartoe, niet weten van waar je kwam, niet weten wat je zei, niet weten wie dat je zei. Deze boek beschrijft het moment voor de angst, het moment voor een ander moment. Voor een gebeurtenis die misschien niet zal komen of gebeuren. Deze boek is het licht dat toont wat dat er is. Maar deze boek is ook een schok, een wake-up call. Een wekkerradio die in uw fel schel piepend wakker maakt. En het onmiddellijke besef, het is te laat. Ik ben te laat. Ik ben, ik zal, ik kan niet meer op tijd zijn. Deze boek is een schok. Het diepe, alles platslaande besef van de onherroepelijkheid. Het is elke dag één dag ouder worden. Het is uw leven dat voor uw voeten ligt. En dan, als je een boek uit hebt, na de schok is er troost, herkenning, de hoop, de mogelijkheid dat het mogelijk anders kan. En of de angst. Dat het misschien niet anders kan. Maar bovenal is er troost. Herkenning dat het mogelijk anders kan, dat het misschien niet anders kan. Dus en de conclusie is dat je die boek allemaal moet kopen. En als je het goed vindt, dat je dat tegen alle vrienden moet zeggen, dat die ook